Naast mij in de studio zijn twee heren aangeschoven van het Goors Mannenkoor. Naast mij zit de heer Theo Kruidbos en daarnaast zit meneer Herman Brinkman. Heren, van harte welkom in deze studio. Jullie zijn hier aangeschoven omdat jullie natuurlijk de kijker wat te vragen hebben. Jullie zijn namelijk met een heel mooi project bezig. En dat project speelt zich af in Duitsland. Ja, inderdaad. Theo, kun jij hier wat meer over vertellen? Ja, naar aanleiding van ons jubileumconcert vorig jaar hebben wij dus daarmee gecombineerd twee benefietconcerten, moet ik zeggen. En die hebben wij dus gegeven in Neuruppin in samenwerking met het Möhringchor uit Alteruppin, dat ligt er vlak naast. En op die manier hebben wij daar in Neuruppin een grote kerk volgekregen. In combinatie dus met die twee koren hebben we daar een mooie som geld gegenereerd voor het kerkje waar het dan uiteindelijk om gaat in Viegel. Ik ga het even voor de camera houden, dan ziet u dat ook. Het gaat eigenlijk om deze mooie kerk. En ik ga even... Zo, hier is de camera. Ja, laat ik het even zien. Het gaat om deze kerk. Deze kerk staat dus in Duitsland. En wat nou ontzettend jammer is, is dat ze deze kerk dus willen slopen. En daar was het mannenkoor absoluut niet mee eens. Vertelt u verder. Exact. Ja, dat was dus de aanleiding van onze jubileumreis. Eén keer in de 5 jaar maken wij zo'n jubileumreis. En dit was dus gecombineerd met twee benefietconcertjes voor de kerk in Viegel. We zijn dus daar geweest, we hebben daar gezongen, we hebben daar binnengekeken. En aan de buitenkant hebben ze dus al alle moeite al gedaan om dus geld van sponsoren daar in de buurt, de buitenkant al weer mooi te maken, de regenpijp, de dakgoten, het dak zelf. Want iedereen was erover eens van deze kerk is zo mooi. Ja. Die kerk mag gewoon niet gesloopt worden. Nou, maar hier zit nog een hele andere historie vast. Ik denk 1600, 1700. Toen is er een familie van Kwast met een Q is daar geweest. En die heeft daar dat regiootje dus zo bediend met een kerkje. En hier tegenover staat een klein kasteeltje. Nou, in de tijd van de DDR is dat helemaal achterop geraakt. Het is... Het was een puinhoek. Dus, en dat is nou aan de binnenkant. En een aantal mensen van ons toen we terugreden, dus na die twee benefietconcerten toen we terugreden, toen kwam er zo in één keer spontaan uit de groep. Dan kunnen wij niet iets doen voor die mensen. Dus dat dachten jullie. Het mannenkoor dacht unaniem, wij moeten iets doen, want deze kerk mag niet gesloopt worden. Nee. Nee, en daarom is daar in Viegel dus ook een vereniging ontstaan die dus dat allemaal in de been helpt en houdt en hun contacten hebben. En ze zijn razend dol op ons nou, dat we dus die uitdaging aangegaan zijn en zeiden van wij willen graag helpen. Nou, dat lijkt me ontzettend bijzonder hè, voor de bewoners daar, dat hè, een mannenkoor dat daar komt zingen in de kerk en... dus komt helpen bij de vereniging om die kerk echt te restaureren. Ja, werkelijk helpen. Ja. Herman, kun jij vertellen van hoe hebben jullie die uitdaging aangepakt? Ja, eigenlijk Theo is de organisator daarvan en ik loop mee in zijn voetspoor. En met elkaar proberen wij via sponsoring, nu, dat blijkt wel uit het affiche. Wie er aan meedoen, maar we zijn er nog niet helemaal. Want anders, wij willen dat zelf doen op eigen initiatief. Ja, maar door zoveel mogelijk sponsoren aan te schrijven, zijn de kosten dus voor de mensen die het meegaan, dat zijn 7 personen, wordt dat gedrukt. Ja. Dus uiteindelijk willen wij graag dat wij daar naartoe gaan en het ons zo weinig kost. Het kost ons wel een vrije tijd, maar dat is niet zo weinig. Dus Herman, eigenlijk zeggen jullie van... wij hebben sponsors nodig, want ik heb begrepen dat jullie willen daadwerkelijk echt iets doen. Jullie willen naar de kerk om de kerk met z'n allen, met die 7 personen, om de bewoners te helpen de kerk
te restaureren. Ja. En daar is dus geld voor nodig. Ja. Nou, het gaat dus ook om materialen, hè? Dus de muren, die zijn, de kalk is eraf, dat moet weer opnieuw gestucadoord worden. Dus daar hebben wij iemand voor, Jan Huiskamp, die gaat dat met name doen. De leidingen moeten van de muren. De leidingen, daar hebben we er ook één voor. Een timmerman is erbij, of een uitvoerder. Twee timmerlieden hebben wij, want er zitten drie kleine balkonnetjes in dat kerkje. En daaronder staan een paar pilaren, nou, die zien er ook niet uit. En ja, ze zijn zelf ook een beetje beheerd genomen met het materiaal wat ze dus aangeschaft hebben. Dat is ook niet goed. En we hebben dus een echte specialist binnen de club die dus trap kan renoveren. En, Jullie hebben eigenlijk iedereen in huis die dus mee kan helpen voor die restauratie. Theo gaat mee als organisator en als chauffeur. Ik ben de kok voor de zeven mensen. Kijk, ook belangrijk, anders kan er niet gewerkt worden. Nee. Dus, ja, dat is zo. Dus, en we kunnen dus. Ah, wat bijzonder. Ik spiek even op mijn briefje. Jullie gaan begin juli gaan jullie weg. Eind juli gaan jullie weg. En begin augustus zijn jullie terug. En dan hebben jullie een week arbeid erop zitten. Ja. Van de kerk. Nou, maar die week is nog lang niet klaar hoor. Maar we doen al een poging. Aan de andere kant is ook de manier om dus het Meuringkoor. Die komen ook gegeten als ze weten dat wij er zijn. Dan komt het Meuringkoor ook. Maar die willen wij er ook zo bij zien te betrekken, want het moet eigenlijk door lokale mensen gedaan worden. Het moet niet door ons gedaan worden. We zijn bezig om het dus. Jullie willen de lokale mensen helpen. Ja. Dat is het punt. Nou, en dat, ik denk dat we daar heel, heel aardig in geslaagd zijn. En het Meuringkoor, dat heeft ook net zoveel mensen als ons. Dus die komen daar ook in die tijd. En die wil ik ook stimuleren eigenlijk om dus mee te gaan helpen. Het is een kilo, hoeveel is dat? Drie kwartier rijden, dacht ik. Nee, de Fiegel, Noord-Europien, dat is geen drie kwartier. Dat is, dat is een afstandje van niks. En er zijn mensen uit het DDR-gebied, die zijn nog nooit in Fiegel geweest. En dat vindt u natuurlijk zonde, want het is zo schitterend daar, begrijp ik. Het is een prachtige kerk met een hele mooie akoestiek. Ja. Ja, absoluut. Ja, want wat is de reden dat u dacht, wauw, deze kerk, hier, dit mag niet gesloopt worden. Door welk gedeelte in de kerk bent u het meest geraakt dat u zich wil inzetten voor deze actie? Nou, de zwager van Theo, dat is de aanleiding geweest. Ja, maar het totaalplaatje, als je dus binnenkomt, dan ziet het ziet er echt niet uit. Het is echt een gesloopte kerk. Ja, en in want ze dachten dus dat die gesloopt zou worden. Nou, daar hebben ze dus een stokje voor in de zin. Maar in die periode dat dus die gedachte liep, hebben ze ook de hele kerk leeggehaald. Alles. Het is echt waar. Ze hebben ook gevraagd van, heb je nog een schilder die dus die motiefjes. Er zaten zo mooie. Ergens zijn ze nog weer te vinden. Maar ze hebben dus nog mensen nodig die dus. Ik denk ook eigenlijk dat het bij het Meuringkoor of bij hunzelf uit de regio moet komen. Maar dat ze daar dus de mensen moeten zoeken en niet alleen bij ons. Het is voor dus iedereen moet eigenlijk helpen. Dus u zegt van nou, het motief, de akoestiek, eigenlijk alles samen maakt akoestiek dat dit zo'n schitterende kerk is. Uiteraard willen wij jullie daar ook bij helpen. We willen jullie ook aanmoedigen met dit project. Dus ik zou zeggen, wilt u nog een oproep doen voor sponsoren? Ja, ik heb van menigeen al gehoord van, want het begint zo langzamerhand een beetje te leren. En zegt, nou, het is toch eigenlijk niks wat jullie doen. Ja, dus. Ik heb, wat zullen we kijken? 1, 2, 3, 4 sponsoren hier staan. Vier sponsoren staan hier al bij. Dus van de OAT krijgen wij een busje. Dat is fijn, ja. Er komt Marvin, die gaat ons sponsoren. Er zit ook een directeur achter, maar gemeente Hof van Twente heeft die hebben dat in de raad behandeld en die dat willen we ook, mooi initiatief. Dus, die hebben ook een bedrag overgemaakt. En natuurlijk het mannenkoor. Het Goors mannenkoor betaalt de benzine of de diesel voor die bus, dus dat gaat in en weer. Maar natuurlijk zijn er nog meer sponsoren nodig. Dus bij deze zeg ik tegen mensen die dit ook een heel mooi initiatief vinden. Wilt u helpen? Wilt u sponsoren? Neem contact op met deze heren. En dat kan op, ik zie meteen een rekeningnummer. Dat is 3221-26169. Dus
voor uw initiatief. Nog één keer het rekeningnummer. Dat is 3221-26169. En het gaat natuurlijk, ik zal nog even laten zien, om deze schitterende kerk. Mag ik u danken, heren? Ik weet niet of ik hem nu in de goede camera laat zien. Ja, doe hier. Zo, nou komt hij hier in beeld. Zo, oké. Goed, heren, mag ik u danken voor de komst naar de studio. Heel veel plezier en succes met deze actie. En dan gaan wij meteen weer over naar een ander schoolfeest-item.